Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we het gaan hebben over het maken van jouw eigen backing tracks of karaoke tracks. Want dit is een vraag die ik van heel veel zangers krijg. Hè? Van, ik wil dit nummer wel zingen, maar er bestaat geen karaoke van. Of hoe kan ik dat nu op een instrumentale manier gaan doen? En vandaag gaan we kijken naar 4 tools die jou hiermee kunnen helpen. En naast het maken van een karaoke-track ga ik jou ook meegeven hoe je de toonaard kunt gaan aanpassen. Wat dat wel heel interessant is als je graag een nummer wat hoger zingt of een nummer wat lager. Dus dat is waar we vandaag gaan invliegen. Laten we erin invliegen. Hey, mijn naam is Maggie en ik help gepassioneerde zangers, net zoals jij, het beste uit zichzelf halen dankzij het zingen. En in deze afleveringen krijg je technieken, tools, tips, inzichten over het zingen om jou te helpen een betere zanger worden. Dus laten we kijken hoe dat je je eigen backing tracks kunnen maken. En daarvoor zijn er 4 grote, platformen dat je kan gaan gebruiken. En ik heb ze heel simpel gehouden. De eerste is Soundtrap. Dan hebben we voice.ai. We hebben lalal.ai. En we hebben vocalremover.org. Nu, ik ga beginnen met Soundtrap. Dit is een DAO-software dat je online kunt terugvinden. Ik denk zelfs dat het deel is van Spotify. En het is super simpel. Dus we gaan werken met een mp3-file. Bijvoorbeeld deze, die ga ik hierin gaan zetten. En dit gaat even laden. Maar dus Soundtrap is super simpel. Het is heel gebruiksvriendelijk. En hier kan je, als je op Edit klikt en dan naar Effects gaat, kan je een effect toevoegen. En als je hier dan op Karaoke gaat klikken... Nu, ik merk, dus dit is met... He, daar hoor je duidelijk de stem, hier op Soundtrap. Je hoort de stem, maar zowat in de achtergrond. Hè. Dus dit is niet mijn favoriete manier om een stem weg te halen, maar het kan wel. Het mooie aan Soundtrap is dat je ook de pitch kunt aanpassen en dus een nummer hoger of lager kunt zetten. Dus als ik de karaoke-effect even weghaal... Dan zouden we de stemmen terug moeten horen. Yes. Wat we ook kunnen doen, is naar Edit gaan en dan Change Pitch. En dan bijvoorbeeld op +3 gaan. En dan ga je eigenlijk de toonhoogte van je nummer aanpassen. Het is nu aan het laden. Terwijl dat aan het laden is, ga ik ondertussen tonen bij voice.ai, hoe dat werkt. Hetzelfde hier. Je kan gewoon op Upload Audio klikken. En Closer to Fine... En hier gaat hetzelfde gebeuren. Dus bij voice.ai heb ik nu onze file geüpload. En zoals je kan zien is dit de originele. Dus hier kan je dan klikken op Separate Vocals. En hier gaat hij eigenlijk 2 bestanden geven. 1 bestand waar de stem enkel hoorbaar is. En 1 bestand waar enkel de instrumenten hoorbaar zijn. Wat super interessant is natuurlijk. Laadtijd gedaan. En hier zou je kunnen horen nu dat de toonhoogte dus veel hoger is. Dus dit klinkt een beetje zoals een chipmunk, omdat we +3 hebben gedaan. Maar dus je kan je wel inbeelden, als je de stem weghaalt en dan +3 of -2 of welke toonaard dat je ook naartoe wilt gaan, gaat doen, dan gaat heel de muziek eigenlijk transponeren. Dus dat is een geweldige tool om mee aan de slag te gaan. Bij voice.ai hebben ze ondertussen ook al ons origineel bestand onderverdeeld in een vocals bestand en een instrumental bestand. En hier is het ook heel interessant. Hè? Hier kan je enkel de stem horen. En hier kan je enkel de instrumenten horen. Nu, in dit geval hoor ik nog een beetje de stem in de achtergrond, dus ik ben er geen superfan van. Maar het is al een mooi begin en het is heel makkelijk. Hier kan je dan ook gewoon hier klikken om het te downloaden en dan zijn we vertrokken.
Het enige hier is dat je dus niet de toonaard kunt aanpassen. Dus stel dat je nu hier dat instrumentaal stukje downloadt, kan je dat dan terug uploaden in Soundtrap en de toonaard aanpassen, mocht je dat willen. Een andere tool is lalai.ai en hetzelfde geldt hier, hè. Dus we gaan eerst ons bestand uploaden en dan kunnen we gaan kijken naar de kwaliteit of dat anders is als de andere websites. En ik vind het interessant om verschillende websites uit te testen en er gewoon de beste uit te halen. Dus we gaan wachten tot het aan het laden is. Oké, we zijn klaar. Dus ook hier zie je dat er een vocals stukje is en een instrumental stukje. Dus enkel de vocals. I'm trying to tell you something about my life. Ik vind de kwaliteit hier bijvoorbeeld veel beter als de vorige website. Maar laten we naar enkel het instrumentale gaan en kijken hoe dat zit. Zalig. Oké, hier hoor ik totaal niks meer van achtergrondstem. Dus tot nu toe de beste site om een soort van backing track te maken. Voor mij, van die drie dat we tot nu toe hebben getest, is het zeker deze. En dan kan je hier klikken op Process the entire file en weer al downloaden. Laten we eens kijken naar vocalremover.org. Dit is het laatste platform waar ik mee heb zitten spelen. En hetzelfde geldt hier, hè. Dus je doet Browse File, je zet daar je MP3-bestand in. En dat gaat er dan ook een beetje zoals hier. Ervoor zorgen dat je de vocals en het instrumentaal apart kunt hebben. Het leuke aan vocalremover.org is dat je hier ook een picture hebt. En als je naar de picture gaat, kan je eigenlijk, zoals ze hier zeggen, change pitch and tempo of the song. Dus dat is wat dat je in Soundtrap eigenlijk doet, maar dan binnen Vocal Remover. Dus als ik het zo samenvat, mijn voorkeur qua kwaliteit gaat naar lala.ai of vocalremover.org. Qua kwaliteit vind ik die vrij hetzelfde. Het grote verschil is dat je bij vocalremover.org jouw toonaard hoger of lager kunt gaan zetten, wat dat altijd interessant is. Bij lalal.ai kun je dat niet. Wat je dan wel kan doen, is binnen Soundtrap jouw mp3 dat je dan gedownload hebt van lalal.ai daarin gaan steken en de toonaard daar aanpassen. Dus het is wat extra stappen. Het makkelijkste is eigenlijk vocalremover.org. Dat is denk ik het makkelijkste, omdat je daar alles samen hebt. Zowel het weghalen van de stem als het aanpassen van je toonaard. Voilà, dat is een beetje zo de summary. Nu, belangrijk, en dat is waarom die toon aanpassen zo interessant is. Als zanger, ja, elke stem is uniek, hè. Dus heel veel zangers die denken van, ja, als ik bijvoorbeeld een Queen-nummer ga zingen, dan moet dat in dezelfde toonaard als Freddie Mercury. En anders doe ik het niet even goed. En eigenlijk is daar niks van waar, want iedere stem is uniek. Dus we moeten kijken naar wat past er bij jouw stem. En je toonaard kunnen aanpassen is een zalige manier om ook jouw stem te gaan trainen en te werken aan zangtechniek. Dus zoals je waarschijnlijk wel al weet, als je mij al een tijdje volgt, is dat zangtechniek de sleutel is om stemvrijheid te ervaren. Jouw stem op een juiste, efficiënte, goede manier kunnen gaan trainen, dat is wat je nodig hebt om goed, gezond en vrij te kunnen gaan zingen. Nu, hoe je dat juist doet, welke zangtechnieken de belangrijkste zijn en al die zaken, heb ik in een andere aflevering uitgelegd. Dus nodig je van harte uit om naar die volgende aflevering te gaan. Ik zal er linken in de beschrijving hieronder, zodat je daarmee aan de slag kunt gaan. Maar dat is echt wel de aflevering over zangtechniek die dit gesprek gaat verder bouwen. Dus ik zie je heel graag in die volgende aflevering. Klik op de link in de beschrijving hieronder. Voor de rest zou ik zeggen, speel met al deze tools en kijk wat voor jou het beste past en waar dat jij je goed bij voelt. En mocht je hier nog vragen bij hebben, weet je mij te vinden. Alleszins, heel erg bedankt om hier vandaag deze tijd samen te hebben gespendeerd. En heel graag tot volgende week. Dag! Zang en lees met Maggie.be.